We staan op de EVS-tent, op de IBC. Even heel nog kort, wat doet EVS precies? Nou, dat kan Serge mij vertellen. Serge van Herk. Wel, wij maken technologie, hardware en software voor onze klanten wereldwijd om feitelijke live productie mogelijk te maken. Grote evenementen, sportevenementen, maar ook nieuwsuitzendingen. Alles wat belangrijke live transmissies zijn, dat wordt typisch met EVS-technologie gemaakt. Ja, en het is ook slow-mo vooral, hè? Of bedoel ik jullie dan tekort? Ja, dan doen jullie ons toch wel tekort, hè? Maar iedereen kent ons vandaar, hè? Maar we doen toch wel veel meer ondertussen dan de slow-mo. Maar dat is ons handelsmerk, dat is duidelijk. Even over deze IBC. Wat is voor jullie je speerpunt hier? Ik denk dat het belangrijk is om aan te geven dat Axon nu geïntegreerd zit in EVS. Hè? Dus we zijn volledig geïntegreerd. Ja, ik denk dat de portfolio die alleen nog maar gaat groeien, een perfecte additionele match is. En dat is denk ik wel een belangrijke boodschap. Geen overlap, volledige complementariteit, wat je bij andere overnames toch wel eens gemist hebt. Waar gewoon overlappende productranges gewoon gekild worden en je dus klanten een beetje teleur gaat stellen. Hoeven wij niet te doen. Hoeveel mensen werken inmiddels bij EVS? Wel, eind 2019 waren we 450, nu zijn we meer dan 600. Dus we zitten in een zware groeifase en daar zijn we zeer trots over. Wat ik nog wil aanvullen aan Serge is dat Axon historisch eigenlijk nog niet eens een deuk in een pakje boter voor Amerika sloeg. Hè. Wij hebben het altijd wel geprobeerd, maar we deden daar helemaal niks. Dat gaat zeer goed. Dat is de grootste groeimarkt voor het media infra. Dus media infra is wat voorheen Axon was, is de pilaar binnen de EVS-groep. En dat is heel mooi om te zien dat we dat zien groeien. Dat was ook een theoretisch model wat vooraf geschetst werd. Dat moet lukken en dat is ook echt aan het gebeuren. IBC is de mooiste show van de broadcast-industrie, vind ik. Met de hoogste kwaliteit mensen. Dus ik ben blij hier weer te zijn.